Het Streeknieuws. Dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Met deze week Nederlandse kampioenschappen ploegen in Sambeek. Dorpskern Sint-Antonis weer vertraagd. Onduidelijkheid rondom nieuwbouw, woonwagenkamp Mergen, Emil. De kunstroute Sint-Antonis gaat van start. En het weer in het Land van Kuik. De Sambeekse Motoren- en Tractenvereniging SMT heeft dit jaar wederom op het terrein aan de Radioweg in Sambeek een landelijke ploegwedstrijd gehouden. De wedstrijd heeft een sportief en een competitief karakter, maar is ook bedoeld om de vaardigheden en techniek van het landploegen bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Kijk voor een foto-impressie en de uitslag op smtsambeek.nl. De nieuwbouwplannen voor ruim 100 woningen en appartementen in de dorpskern van Sint-Antonis zijn opnieuw vertraagd. Onduidelijk is wanneer de bouw kan starten. Ook de verbouwing van het gemeentehuis schiet niet op. Mogelijk moeten nu nog miljoenen worden bijgelegd. De oude gemeente Sint-Antonis lijkt de bouwplannen financieel te rooskleurig ingeschat te hebben. Daarnaast zijn er ook bezwaren tegen zogeheten centrumplan Sint-Antonis ingediend. Team Lokaal heeft onlangs in de gemeentelijke themaavond vernomen dat de overname en exploitatie door Mooiland van de woonwagenlocatie Mergen-Mil nog steeds niet geregeld is. De oud-gemeente Mil en Sint-Hubert hebben hiervoor €734.000 voorgeschoten, zodat de woonwagens eind 2021 in gebruik genomen konden worden. Reden voor Team Lokaal om hierover schriftelijke vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Allereerst wil Team Lokaal weten op welke wijze de gemeente Land van Kuik hierover in gesprek is met Mooiland. Tevens is de partij nieuwsgierig of de gemeente de woonwagens in kwestie nu alsnog wil gaan overnemen en exporteren. Op 14 locaties in Sint-Antonis is er werk te zien van 23 kunstenaars tijdens de open atelierroute. Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij de werkplaatsen en de kunstenaars vragen stellen. De organisatie adviseert te starten bij MFC Ulbroek, waar werken van alle kunstenaars te zien zijn. De atelierroute staat gepland op 23 april tussen 10 en 6 uur. Meer info op kunstkring.com. En dan het weer in het Land van Kuik. De eerste dagen van de week is zonnig en droog en temperaturen van 12 tot 17 graden. Woensdag wordt het warmer. De temperatuur stijgt overdag naar 17 graden. Donderdag is een spelbreker met een oostenwind en ook enkele buien. Het weekend is het echt lenteweer met temperaturen die stijgen naar 20 graden. Dit was ie weer, het streeknieuws van het Land van Kuik. Meer informatie of tips? Stuur een mail naar streeknieuws@omroeplvc.nl. Tot de volgende keer en een fijne dag!